Poro pamireng sing ditresnani Gusti Yesus, iki Radio Shalom, ing dino iki metui sampeyan, ing sakjerone programa Banyu Panguripan, kanggo mbangun lan nyirami kasukman kita sedoyo, karo pituture Gusti Yesus Kristus. Selamat mirengaken, Gusti Yesus berkahi. Para pamireng sing tresno marang Yesus Kristus, jenengku Jonathan Samidin. Aku ngaturake selamat esok. Aku bunga banget awake dhewe bisa nyebar pituture Gusti supaya sedulur sing ketriwal, sedulur sing nuruti dalane Gusti, lan uga sedulur neng ngendi wae bisa krungu tembunge Gusti. Muka-muka kabeh sedulur sing ngrungokke Radio Shalom nompo berkalan panglipuran songko pituture Gusti ing esok iki. Kudumorga geliefden. My name is Jonathan Samidin en hiden ochtend sal ook ik u zegenen. Mijn gebed is dat elk woord welke ik vanochtend tot u spreek, u mag inspireren en dat uw geloof na vandaag nog standvastiger mag worden. Het thema voor vandaag is: ongeacht uw situatie, vertrouw op de Heere. Tema kanggo esok iki, ya iki. Apa wae sing dialami, percaya marang Gusti Yesus. Tegenwoordig zijn er heel veel christenen die lijden. Velen hebben situaties in hun leven waar ze geen antwoord op hebben en velen zijn radeloos en moedeloos. Jaman saiki eneng wong Kristen akeh sing nandang sing soro, sing podo duwe penyakit. Sedi tekam pehabem met sikte sedulur sing oma-oma kerep tukaran problemen ini diulek. Apa wae sing ditandangi ora nduwe sukses sei di onder wat for omstandighede da ook helemaal geen sukses kenne. Sedulur sing ngalami melarat, sedi armoede leido. Sedulur sing ngrungokke Radio Shalom ing esok iki. Jalarane nek saben-saben manungso keloro-loro, apa orang duwe sukses, iku pametune songko dosane. Het kan dus het werk zijn van een vloek, wanneer men vaker ziek is, wanneer men geen sukses heeft in wat men dan ook doet, nek ngelakoni dalan Allah, wanneer we in sonde leven, nek ora manut marang kang maha kuasa, also God niet gehoorzaam zijn, uga nek melaku bedang, wanneer we in hurerei leven. Nek kowe nandangi dosa, nek kowe melaku dalan Allah, lawange atimu terus mengo ngelilani demit-demit lepu ning atimu, ning pikiranmu, lan ning uripmu. De vraag hedenochtend is, is uw lijden, uw verdriet en uw pijn altijd het gevolg van zonden? Ik wil samen 5 onderdelen uit het boek van Job met u behandelen. Onderdelen die ons inzicht zullen geven en ons zullen aanmoedigen om onder alle omstandigheden ons vertrouwen te stellen op de Allerhoogste. Ayo portoneliti buku Job. Laten we lezen wat de Bijbel zegt over Job in Job 1 vers 1. Er was in het land Uz een man wiens naam was Job en die man was vroom en oprecht godvreesend en wekende van het kwaad. In negara Uz ana sawijine wong jenenge Ayub. Ayub kuwi jujur lan bener lan ngabekti marang Gusti lan ngedohi sing Allah. Awake dhewe padha maca nek Yob sangka negara Uz wong sing jujur lan bener lan ngabekti marang Gusti lan ngedohi barang sing Allah. Laten we kijken naar het eerste onderdeel van de 5 in het leven van Job. Onderdeel 1. God is verheugd wanneer zijn kinderen naar zijn wil leven. Gusti bunga nek manungso manut marang panjenengane. We kunnen dit ook lezen in Job 1 vers 8 waar staat: toen zeide de Heere tot de Satan: heb jij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wekende van het kwaad. In perjanjian anyar, Suriname, ketulis ngene,
Gusti terus takon marang setan, opo kowe ngadekke abdiku Ayub? Awit ing sak lumahe bumi ora ana wong sing madani bab enggone jujur lan bener lan ngabekti marang Gusti uga ngedohi sing ana. Sedulur sing ngrungokke Radio Shalom ing esok iki, Gusti bunga nek wong Kristen sedulur sing percaya nandangi kekarepane lan bunga nek manungsa ndendonga lan sujud marang panjenengane. Jaman saiki wong tuwa mesti bunga ya nek turunane nglakoni dalan sing bener, tapi nek nglakoni dalan sing ala ngisen-ngisen ke wong tuane. Amen. We seen here that God verheugd is wanneer wij hem gehoorzaam zijn en dat hij niet schroomt om vol lof over ons te praten. Dat is onderdeel nummer 1. Onderdeel 2, de duivel, de vijand, de tegenstander van God, klaagt ons dagelijks aan. Hij maakt een heel belangrijke punt bij God door te zeggen dat Job gezegend is, zowel materieel als lichamelijk. Vandaar dat Job oprecht en vroom is. Haal die zegen weg en ga eens na of hij nog in u gelooft. De details hiervan, geliefden en luisteraars, kunt u lezen in Job 1, vers 9 tot en met 11. Setaniku semaur marang Gusti nek opo wae sing ditindakke dening Ayub, panjenengan wis diberkahi. Uga bandane Ayub ing negara kono mundak terus. Supaya percaya, ing ayat ketulis nek setan lumrahe nyalake manungsa ning nggone Gusti. Supaya percayane wong Kristen nganti semplak. We leren hieruit, geliefden, dat God Satan macht gegeven heeft, maar beperkt, omdat hij beloofd heeft dat hij ons niet boven ons vermogen zal versoeken. Awit Gusti kui setia tuhu, mulane ora bakal negake manungso dicoba ngungkuli songko kekuatane. Yen manungso kena panjoba, panjenengane ngekei dalane pangluaran, supaya manungso bisa tahan. Natuhan naar onderdeel 3. Alle mensen om hem heen hebben hem verlaten. Wij zien verder dat bijna al zijn mensen Job verlaten hebben. In de praktijk zien we dit ook vaak. Als je rijk bent, als je welgesteld bent en je hebt money, je bent een belangrijke persoon in de maatschappij, dan maak je onechte vrienden. Pas als je in nood bent, leer je wie je echte vrienden zijn. Nek suke kancane ake. Nek orang duwe apa-apa, nek kantongmu jebol, kancane jebol barang. Twee belangrijke punten in dit gedeelte zijn Job, die een vrouw had, maar die hem niet ondersteunde. Hij had een vrouw die hem juist ophitste om God te verlaten, omdat hij in die ellende is. In Job 2 vers 9 lezen we, toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. En kono tembonge bojone, opo sampian ije ngantepi in kejururanmu. Bok disepatani wae Gusti, terus mati yo. U ziet hier hoe erg het is dat in tijden van nood, in tijden van problemen, issues, dan heb je juist de mensen naast u, dicht bij u nodig. En in dit geval heeft juist zijn vrouw hem in de steek gelaten. Wat dus totaal verkeerd is. En het kan soms heel erg pijn doen wanneer wij op die manier behandeld worden. Het tweede punt is de vier vrienden die Job had. Die wel naar hem omkeken. Alhoewel, drie van de vier vonden dat deze Job leed omdat hij gezondigd heeft. Terwijl een van de vier vonden dat hij juist zich moest vernederen. Voor de Heer wil hij doorbraak hebben in zijn leven. U ziet hier geliefden. Ayub duwe konco papat la. Sing telu podo omong-omong an. Nek uripe Ayub sangsoro iku songko dosane. La eneng siji kanca. Sing duwe pitakonan nek Ayub pengen waras. Kudu ngabektilan sujud marang Gusti. We zien hier dat lijden niet altijd onze schuld hoeft te zijn.
Job zijn drie vrienden probeerden op basis hiervan Job te overtuigen om zijn verborgen zonde te beleiden. Hoe pijnlijk kan dat zijn? Terwijl je weet dat, je zit hier door je boom, je doet moeite voor die cadeau, je doet rechtvaardig, je big, je hebt relatie, je hebt een boom moment in een cadeau, en tekel en nakkie, en dan hoor je mensen, vrienden, mensen dicht bij u zeggen van, kijk, u hebt gezondigd, daarom bent u in die situatie. Hoe pijnlijk kan dat zijn, geliefde broeders en zusters? En daarom wil ik u vragen van hieruit, laten wij voorzichtig zijn. Hoe wij zaken aanpakken, wat wij zeggen met ons mond. Want het kan behoorlijk veel pijn doen, het kan veel schade aanrichten. Onderdeel 4, Job rechtvaardigde zichzelf met alle gevolgen van dien. Job verdedigde zichzelf en stond erop dat hij oprecht is. Job probeerde zijn onschuld te verdedigen, maar hij zondigde. Hoe? Door zichzelf te rechtvaardigen en God, zijn majesteit en zijn grootheid te betwijfelen. Hij vroeg God wat hij als mens allemaal gedaan heeft en waaraan hij dit lijden verdient. Laten wij nu lezen in Job 16 vers 7. Toch, nu heeft hij mij alle kracht ontnomen. Gij hebt mijn gehele gezin uiteengeslagen. In het Javaans. Nanging saiki panjenengane nadeke aku tanpa kekuatan lan ngerusak rakyatku. Geliefden, vaak genoeg proberen wij mensen te overtuigen hoe goed of hoe weinig fouten wij ook hebben. Dit is allemaal niet nodig, omdat dit zelfrechtvaardiging is. Wij zijn door geloof gerechtvaardigd in Jezus. Awit sonko percaya marang Jezus Christus, awai tewit dati anai kusti, tutu sonko penggaweanmu. Dus niet door werken, niet door uw inzet, niet omdat u zo geweldig bent dat u het eeuwig leven zal ontvangen. Nee, u bent gezegend omdat Jezus u heeft uitgekozen. U bent op dat niveau geestelijk, u hebt dat wat u hebt omdat Jezus u gezegend heeft. Wij als kinderen van God dienen de stap te nemen van nederigheid om nederig te zijn, om God te vragen meer te worden in ons. En wij moeten minder worden. Amen. Dat is dus onderdeel 4. Het laatste onderdeel praat en spreekt over herstel van Job. Door berouw te hebben over zijn fouten, heeft dit geleid tot herstel van zijn situatie. Ook omdat hij gebeden heeft voor zijn drie vrienden die hem valselijk beschuldigd hebben, heeft hij herstel mogen ervaren in zijn leven. We lezen in Job 42 vers 10. En de Heere bracht een keer in het lot van Job. Toen hij voor zijn vrienden gebeden had. En de Heere gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. U ziet hier, geliefde broeders en zusters. Het moment dat hij bad, gaf God hem het dubbele van alles wat hij had. Gusti terus ngeluari Ayub songko sangsarane. Sakwise ndongake kancane mau, lantikei sing duwene, biyen meneh nganti rong mono akehe. Laten we samen luisteren naar het liedje Daar zijn geen grenzen, gezongen door Shikita Kasmat. Weet dat de Heer u uit elke situatie kan bevrijden.
gebid, door sorg getreed, leg dan uw laaste neer. Stop niet langer voort, vertrouw. Sedulur sing ditresnani, soos het lied ons aangemoedigd en eraan herinnerd heeft, ora eneng watese kuasane Gusti, kanggo kabeh manungsa sing mantep ing pengandel. Aja lali sedulur, Gusti tresno marang kowe, Gusti Yesus medun ning donya saking melas marang manungsa, ora wedi nek dipateni. Ing buku Yohanes bab ayat 16, dari verse 16 ketulis ngene, awit Gusti Bapakku sing neng swarga enggone tresno marang jagat kuwi nganti masrake putrane sing ora ana tunggale. Amin. God het die wêreld so lief gehad dat hy nie geskroomd heeft om sy ingebore zoon te offer en te geef aan deze wêreld. Sedulur sing rungokke Radio Shalom ing esok iki, awai dewe ngerti songko buku Ayub, yen kita podo ngakoni dosa kita, panjenengane setia lan adil, lan bakal ngapuro sakabeh dosa kita, lan nyucike kita songko sakkeh barang Allah. Indien wij onze zonde beleden, geliefden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wij hebben dus gezien dat leiden niet altijd het gevolg hoeft te zijn van zonde.
God heeft dit dus toegelaten in het leven van Job. Ik hoop, geliefden, dat u geleerd hebt hieruit en dat dit woord u mag zegenen. Laten we elkaar niet oordelen en onnodig conclusies trekken dat men leidt omwille van de zonde. Bid God juist om uw medegelovigen in nood te hulp te schieten. Ayo podon de nongo lan pasra iso iki ing tangane Gusti Yesus. Bapakku sing manggon ing swarga, sing gawe langit lan bumi, matur kesuwun kanggo kabecikanmu, kanggo kawelasanmu lan katresnanmu. Roh suci sing bisa tumandang nguwasani raga lan sukmane awake dhewe kebak ana kabeh sing ngrungokke Radio Shalom karo kawicaksananmu, kesabaranmu lan katresnanmu. Ditulung ana supaya awake dhewe bisa urip antap asor marang sak padha-padha. Tresno ditresno marang sak padha-padha supaya pepadangmu cemlorot ketek ing supaya awake dhewe dadi cagak, cagak sing rasa, cagak sing kuat nyangga. Kabeh sedulur sing keneng demit, sing krasa ijen, sing lara, saben sedulur sing neng tengah kebingungan lan kesusahan dinguculi ing atas asmane Yesus Kristus. Awit Gusti Yesus janji ing kitab suci ing tembunge samu barang sing kok taleni ing donya kuwi bakal ketalenan ing swarga, lan opo sing kok nguculi ing donya kuwi bakal ngucul ing swarga, lan saben roh Allah dibestraf karo awake dhewe ing atas asmane Gusti Yesus bisa bali ning ngendi panggonane, lan Roh Suci bisa tumandang ing uripe kabeh sedulur sing ngrungokke Radio Shalom lan bisa nyambut gawe kanggo Gusti. Sepisan meneh Gusti, matur kesuwun esok iki. Aku pasrah sedulurku kabeh ing esok iki bisa nampa berkah lan kawruh. Matur kesuwun Gusti, nek Gusti sing nampa pamujiku lan pandongaku esok iki ing atas asmane Gusti Yesus Kristus. Amin. Ik zie gana ieder die naar dit programma luistert, dat uw licht na vandaag veel helderder en zuiver mag schijnen, dat u doorbraak mag ervaren in uw leven en dat u een ongekende vertrouwen zal ontwikkelen die Gode welgevallig mag zijn. Ik dank u nogmaals voor het willen luisteren naar het programma Banyu Panguripan.